Like de video met je pink. Ik daag je uit. Roblox, maar je mag geen water drinken. Waarom? Oké, okay, dus in dit spel mag je iedere keer iets niet doen. In mijn geval is dat nu water drinken. Maar ondertussen begin ik wel dorst en honger te krijgen. Nou, eten mag ik wel, dus dat zou geen probleem moeten zijn. Hé, hey, het is een trampoline. Is er dan ook een plek waar ik water kan vinden? Gewoon omdat ik benieuwd ben wat er gebeurt als ik het drink. Dit is een lange trap voor een grote beloning. Er is niks. Ah, kijk, hier wordt water verkocht. Dus wacht even, ik kan water pakken. En dan drinken. Oh, wacht wat? Roblox, maar je mag niet springen. Oké, okay, dus net mochten we geen water drinken. Dat mogen we nu wel. Alleen springen is verboden. Nou, gelukkig is hier een ladder. Dus daar hoef ik al niet voor te springen. Hé, hey, gezellig. Zolang ik maar niks tegenkom waar ik voor moet springen, is het goed. Dat is een trampoline. Nou ja, een klein sprongetje kan toch geen kwaad? Alleen om erop te komen. Oké, okay, dat is niet toegestaan. Roblox, maar je mag niet praten. Eh, uh, jop. Dan hou je toch gewoon je mond dicht. Ja, dat kan ik doen. Maar dat is niet leuk. Come on. Dit spel is juist gemaakt omdat mensen gaan doen wat ze niet mogen doen. Hé, hey, eten. En ik ga er nu alvast een hapje van nemen. Want iets in mij zegt dat ik dat zometeen ook niet mag. Oké, okay, dus stel voor: ik kom een, uh, een persoon tegen. Hallo persoon. En ik zeg in de chat: Hallo. Alleen. <hijst> Dat. Niet toegestaan. Roblox, maar je mag het gras niet aanraken. En dit klinkt misschien heel makkelijk. Je bepaalt immers zelf waar je naartoe gaat. Alleen veel plekken in een Roblox game, daarvan is de vloer van gras. Tot nu toe heb ik er niet zoveel moeite mee. Maar stel voor, ik wil die trampoline daar. Oké, okay, wacht. Misschien als ik op de lantaarnpaal ga. Ik stond er doorheen en ik raakte het gras aan. Oké, okay, dit is interessant. Ik mag 96 sprongen maken. Inmiddels weer een stuk minder. En daarna zou ik niet meer verder mogen spelen. Dus ik kan letterlijk doen wat ik wil. Ik kan springen wat ik wil. 86 nog. Maar stel voor, ik spring nog 6 keer. Nog maar 80. Oké, okay, dit is natuurlijk het perfecte moment voor een mooie trampoline. Stel voor, dit zou in het echt zo werken: dat je elke dag bijvoorbeeld maar 100 keer mag springen, of 100 stappen mag zetten. Dan moet je echt heel goed nadenken waar je je stappen en je sprongen voor gebruikt. Oké, okay, ik ga het even versnellen. Oké, okay, ik mag eigenlijk geen sprongen meer maken. Er staat letterlijk nul boven mijn hoofd. Dus ik moet me gewoon niet laten verleiden om. Oh, een achtbaan! Om te springen. Ik mag 181 stappen zetten. Dus als ik begin met lopen. dan zie je boven mijn hoofd. dat ik steeds een stap minder mag zetten. Dus ook in dit geval moet ik goed nadenken. vooral als ik besluit te rennen. wat ik wil doen. Dit meisje mag maar 7 stappen zetten. Dus die kan geen eens de hond uitlaten. Anders is al. Oké, okay, waar zal ik naartoe gaan? Ik vind het wel leuk om hier naar boven te lopen. Er is vast een reden waarom dit hier staat. Oh man, weet je hoe eng dat is? Dat je gewoon weet dat je maar 100 stappen mag zetten. Ik bedoel, het klinkt veel. Maar een paar keer de trap op en af. en waarschijnlijk zit je er al aan. We hebben hier een hele mooie auto. Oeh, wacht. Dat is zo slim. Oh nee, laat maar. Als ik auto rijd, ziet het spel dat ook als stappen maken. Alleen dan nog veel sneller. Dus met andere woorden, ik mag op dit moment geen stappen meer zetten. Oh. Wacht wat? Ik stond al stil. Ik mag alleen cool zeggen. In de meeste Roblox games kun je praten, chatten. Dus stel voor, deze speler vraagt iets aan mij, dan moet ik antwoorden met cool. Niks aan de hand als ik dat doe. Maar stel voor hij vraagt, wil je mayonaise of ketchup? En ik antwoord met ketchup. Oh. Dan ben ik af. Stel voor, jij mag één dag lang maar één woord gebruiken. Wat zou je kiezen? Ik zou, denk ik, gaan voor ja. Gaan we elke dag taco's eten? Ja. Oh, yes! Oh, man. Nee, ik zou gaan voor nee. Hou je van me? Uh. Nee, ik wist het. Nee maar Bob, het is lastig, hoor je. Weinig tijd. Er staat een timer boven mijn hoofd die aftelt van 660 naar 0. Dat is 11 minuten. Als ik na die 11 minuten nog steeds in het spel zit, word ik letterlijk geband. Ik ga geen 11 minuten meer spelen. Ik ben er al helemaal klaar mee. Maar besef hoe extreem dat is. Dat je gewoon in je favoriete game zit en dat er wordt gezegd, hé hey, luister vriend, als ik jou over 5 minuten nog zie, ben je nooit meer welkom. Ik bedoel. Ik wil gewoon niet meer. Laat jouw lievelingskleur achter in de reacties. Ik ga even voor rood. Ook al is dat niet per se mijn lievelingskleur. Het is de kleur die ik. Niet mag aanraken. Ik heb dus geen andere keus. Ik hoop dat deze gravity coil mij gaat helpen. Oké, okay, perfect. Nice. Groen mag, blauw mag. Paars mag. Rood mag niet. Oh man. Jop, wat gebeurt er dan als je het wel aanraakt? Nou ja, heel simpel. Dan word ik geband uit dit spel en mag ik het nooit meer spelen. Oh man. Oké, okay, we kunnen drie keuzes maken. Deze kunnen we sowieso niet kiezen, want de vloer is rood. En deze kunnen we eigenlijk ook niet kiezen. Want de impaster is rood. Dus de enige keuze die ik kan en mag maken, is de deur van Huggy Buggy. In de buggy. Oh man, daar gaan we. 3, 2, 1. Uh, het is de foute keuze. Maar gelukkig kunnen wij eroverheen. Oké, okay, hier moet ik extreem voorzichtig zijn. Want ik zie namelijk nu al heel veel rode treden in deze trap zitten. En als je zoveel kleuren op elkaar, onder elkaar en boven elkaar ziet. Dan is het makkelijk om een foutje te maken. Oh man, hoe ga ik dit nou weer doen? Ho Oké, okay, dat was zonder gravity coil. Oh my gosh. Stel voor, je zou in het echt zo hoog kunnen springen. Oh, dit wordt zo lastig. Oké, okay, ik moet dus proberen om hier overheen te lopen. Maar ik mag het rode niet aanraken, man. Heel voorzichtig. Oh, nice. Ik heb het gehaald. En hier kan ik gewoon lekker overheen lopen. Niks aan de hand. Nou, dit is eigenlijk ook niet zo lastig. Ik moet gewoon het rode niet aanraken. Oh. Als ik in het echt één dag één kleur niet zou mogen aanraken, heb ik eigenlijk geen idee van welke kleur ik zou gaan. Oh man, hoe ga ik dit nou weer doen? Dit is een ladder, maar ik kan hier nooit verder zonder dat ik rood aanraak. Er zit dus maar weer één ding op. Oh, ik voel me echt een valspeler, maar ik heb geen keus. Okay, hier moet ik ook heel voorzichtig zijn. De lollies mag ik eigenlijk allemaal aanraken, alleen de eerste niet. Oh, we zitten in een car. Hé, hey, dat is best wel chill, want als we nu over rood heen gaan. Ho, oh, oh, ho, oh, oh, ho, oh. ho, ho. Dan raken we het niet aan. Oh, dat ging echt bijna fout. Deze object heeft trouwens echt mega veel levels. Ik kan dus niet beloven dat ik hem helemaal ga halen. Ik vind het eigenlijk alleen al gaaf dat ik nog steeds rood niet heb aangeraakt. Voorzichtig, voorzichtig. Oh man. Wat als de onderkant van dit gigantisch diepe gat rood is? Ik ga er maar gewoon voor. Dat is zo gaaf. Oh, ik had gewoon op een pijl kunnen vallen en dan was ik af. Oké, okay, tot nu toe. Het gaat eigenlijk beter dan ik had gedacht. Wacht. Mag ik ook over de zijkant lopen? Volgens mij wel. Hè? Ja, dat mag. En dat is het ding. Je moet in dit soort challenges altijd proberen een beetje creatief te zijn. Waar mensen maar twee deuren zien. Er was geen rood. Oké, okay, dit, dit wordt waarschijnlijk gezien als roze of zo. Waar mensen maar twee deuren zien, moet jij er drie zien. Oké, okay, wat hebben we hier? We hebben drie paden. Is, de, is deze goed? Deze is goed. Hier kan ik ook gewoon eigenlijk overheen lopen. Alleen het einde wat rood is niet aanraken. Hier is ook maar één stukje rood. Oh nee, toch? Deze dalmen is letterlijk mijn favoriet. Ik mag die niet pakken, want hij is rood. Ach ja, ik moet zeggen, deze is ook best wel gaaf. Oké, okay, rood niet aanraken. Oh, dit is zo creepy. Ik zweef. Voorzichtig. Wow. Maar stel voor, jij mag jouw lievelingskleur een dag niet aanraken. Zijn er dan dingen die je letterlijk niet meer. Zou kunnen doen. Ik ben zo blij dat ik deze Gravity Coil heb. Ik bedoel, stel voor dat de vloerbedekking in het klaslokaal is rood. Ik noem maar wat. Dan kun je gewoon letterlijk de klas niet in. En dan zegt de juf of meester: Hey, luister, wat doe je nou? Waarom sta je daar? De les is begonnen. En dan moet je uitleggen: Ja, zeg maar, ik mag de kleur van de vloer niet aanraken. Oh man, hoe ga ik dit doen? Ah, nice. Perfect. Oeh, dit is drie keer rood achter elkaar. Blijf het zeggen. Ik ben extreem blij met die Gravity Coil. We kunnen een huisdier kiezen. Nou ja, ik zie sowieso geen rode. Maar ik ga voor de groene. We hebben een elfje. Elf on the shelf. Elf on the shelf is een pop die leeft. Zeggen mensen. Het is eng. Of nou, ja, niet per se eng. Hij ziet er eigenlijk best wel schattig uit. Oké, okay, voorzichtig. Hier hebben we weer een trap die gedeeltelijk rood is. En oh nee. We hebben hier weer twee deuren. Oké, okay, de rechterdeur is gedeeltelijk rood. Dus die sla ik sowieso over. En ik moet uitkijken voor die pijl. Oké, okay, links is goed. Dan ga ik nu voor rechts. Rechts is goed. Dan ga ik nu voor links. Links is goed. Ik heb het in één keer gehaald. Voorzichtig. Vooral nu ik eigenlijk al best wel lang leef, wil ik voorkomen dat we afgaan op zo'n stomme manier. Ik zie het me namelijk echt gewoon gebeuren dat ik bijvoorbeeld een verkeerd huisdier kies, wat toevallig rood is. Of een snoepje eet, wat toevallig rood is. Kijk, dit is perfect. We kunnen hier gewoon het midden pakken. Hier moeten we even oppassen. En dit is weer een kwestie van springen zo ver als we kunnen. Oh man, deze obby duurt nog zo lang. Maar als ik er een deel 2 van moet maken waarin ik een andere kleur niet mag aanraken, laat het me dan vooral in de comments weten. Weet je wat ook heel lastig zou zijn? Om een obby als dit te spelen. Zonder dat je een kleur mag aanraken. Volgens mij wordt grijs niet gezien als kleur. Dus dat zou dan wel mogen. En in dat geval mag ik alleen maar over de zijkant van de obby lopen. En hier zou ik dus alleen maar aan de zijkant van de trap mogen klimmen. Klinkt makkelijk, is het waarschijnlijk niet. Oh, hoe ga ik dit nou weer doen? Oh man, oké, okay, wacht. Huh. Zelfs nu zou je alleen grijs kunnen aanraken. Als je dus alleen over die soort van palen in het midden springt. Oh, ik viel op roze. Oké, okay, 3, 2, 1. Kan ik deze kroon pakken? Ah, ik heb hem op. Wauw, we hebben het gewoon gedaan. Roblox spelen zonder rood aan te raken. Abonneer voor meer en adieu.